Goedemorgen allemaal, of middag, of avond, wanneer je het kijkt. Gewoon een maandag weer dit. 5 jaar wachten voordat het ding opgewarmd is. Oh, hij is nog zo koud. Wow. Oh, misschien hoor je het wel, maar ik ben dus net fucking wakker. Maar goed, wat we gaan doen vandaag. Ik moet gewoon aan mijn werk. Ja, weet niet wat je denkt. Maar goed, ik was dus vracht aan het gamen. Met een goede vriend van me. En om 8:30 zegt hij: ik ga even naar de volmarkt, ik moet brood hebben. Toen denk ik: oké man, ik spreek je dan. Mazzel. Later krijg ik een bericht: hey, kutzooi, volmarkt is dicht. Geen brood, niks. Ik heb geen vrijheid vanmorgen. Dus de good guy that I am. Tegen hem. Hey man, ik heb datzelfde brood ook die jij graag wil. Ik kan je wel een paar bolletjes brengen. En dan zegt hij: ah, grappig. Dus that's no problem, hoor. Is wat. Dus ik ga even snel langs hem. Even die broodjes brengen. Daarna ga ik meteen door naar mijn werk. Ik begin pas om 8:30. Dus ik kan het rustig aan doen. Goed, ik werk dus voor een slagerij als chauffeur. En dan mocht ik dus. Hey, Mustang! Door heel het land vlees brengen naar best wel grote klanten. En ik vind het erg leuk werk om te doen, hoor. En dan moet ik kijken of ik hem misschien hier zie lopen ergens. Want hij begint pas om 8:00. Zijn werk is hier aan het einde van de straat. Ik weet niet eens of het al open is, ik weet niet eens of ik erin kan. Yo, ik ben er. Nee, denk van. Kom je eraan? Ja. Oké, tot zo. Ja, ga wel. Ik heb echt Yo. Ja, echt hè. Ik had hem nog voor je willen smeren, maar dat wou je niet. Dat zijn ze toch? Yes. Ik heb er maar 3 trouwens. Ik heb de laatste 3. Oké. Okay. Rustig aan, jij ook? Hé, mazzel. Nou, dat is true matemanship, right there. En ik zweer je, als ik brood nodig had, de fietser zou je het ook komen brengen. Hij is mijn buurman van mij. Hey, fuck you, mate! Dat zag me niet eens. Ik hoop dat het droog blijft vandaag. Kijk naar mijn weg, even lekker stukje rijden. Ik heb trouwens de perfecte plek om mijn motor neer te zetten hier zo. Zie, ik ga over het grond van het pandje naast ons. Dan rijd ik hem hier eraf. Hup. Dan rijd ik hem hier weer omhoog. Jee. Tot na het werk. Nou, zijn we eigenlijk vroeg klaar. Het is nu 3:00. 8:30 begonnen. En het is lekker weer. Ik kan nog een mooi stukje rijden. Gelijktijd met mijn buurjon klaar. Maf, Kees. Dus eerst even naar jouw huis. Ja, ik ga onder de jas. Oké, gaan we doen. Pik. And we say bye bye.
Oh, hier gaan we lang stilstaan houden. Dat is een kutstoplicht. Ja, echt jongen, hier word ik helemaal gek. Nou, ten oude Monnikendam. Wat gaan we weer doen? Lekker hoor. Ah, mijn bike zit onder de prut. Alweer, ik heb hem pas gewassen, godverdomme. Goed, dit is dus de weg Monnikendam naar Marken. En eigenlijk dit is echt een lekkere weg, maar ja, er is weer een klote bus voor. Misschien moet even timeren ergens. Even timeren. Met die bus ervoor hebben we geen teringmoer aan. Ja. En met die bus ervoor hebben we niks. Hij moet even wachten. Dat is kut. Ja, dat is kut man. Maar het is echt een lekkere weg hoor. Op je motor, die bochten zo. Hele bike trilt. Wat de fuck is hier aan de hand? Zou het niet de eerste keer dat Joey en ik deze weg rijden? We doen hem ook wel vaak met de auto's. We rijden wel graag met auto's deze weg. Toen ik nog een auto had. Ik heb hem weggedaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar toen hebben we met Joey en nog een andere jongen. Ik heb spraak-aids vandaag, kan je het horen. En op een gegeven moment, we rijden deze weg af. En we zijn Joey opeens kwijt. Toen denk ik, wat de fuck is die gast? Dus wij belden hem op. Ik dacht, hey man, wat de fuck? Waar zit je? En ineens wat ik hoor is, mijn band is eraf. Dat hoor ik in de verte, hoor je dat zo'n telefoongesprek. Mijn band is eraf. Dus ik denk, what the fuck? Dus wij gaan terug. En het was niet eens zijn hele band. Zijn hele velg was eraf. Dat was op deze weg. Ook de laatste keer dat we deze weg hebben gereden. En nu rijden we weer op de motors. Joey op zijn 125cc Vespa motorscooter. Dat ding die gaat wel hoor. Dat wil nog best wel gaan. Maar ja, ik zou er niet snelweg mee op gaan. Ook niet met deze hoor. Dit is een 250cc Honda Rebel. Ik geloof uit 86. Ik geloof dat deze uit 86 komt. En dat zag er niet zo uit hoor, hoe die nu uitzag toen ik hem kreeg. Hij was paars. Het was echt een echte bobber. En ik heb een beetje omgebouwd naar hoe die volgens mij er een beetje uit hoort te zien. Wel nog steeds anders stuur, want anders sturen vond ik gewoon niks. Maar het is ook wel oud en je verwacht er ook niet veel van. Maar het is gewoon lekker voor dit soort rondjes. Het is weer achter die bus. And his name is John C. Wil je weer gaan? Hij is al weg toch? Hij gaat straks het parkeerplein op. Dan zijn we van hem af. Maar ze mogen ook niet verder. Hè? Je mag niet verder dan die parkeerplein. Weet je nog dat toen ik net mijn rijbewijs had gehaald? Had ik een paar weken later had ik een God of 3 GTI gekocht. En een vriend van mij had een, ik geloof 2010 Polo. Het kan ook 2011 geweest zijn. Nee, het was 2010, want dat was de Car of the Year Edition. En toen reden we ook hier naartoe. Alleen het was donker. En ik, de mafkees dat ik was, ging die hele rit filmen. Dan gaan mijn bike uitvallen zo, hij voelt heel vreemd. Dus we rijden zo het dorp in. En ik film dat leuk, we rijden een rondje. En ik zit het op Facebook. En ik kreeg alleen maar commentaar van, ja, hoe kan je toch niet draaien, hoe kun je, je gedrag is slecht. En ik denk, what the fuck? Dus ik kijk die video terug, stond er dus echt een bord, alleen voor vergunninghouders. Voor in die stad. Of ja, het is een dorp. Het is geen stad, man. Het is een dorp. Dus wij rijden gewoon vet droog dat ding in. Maar onthoud, ik had net pas mijn rijbewijs. Ik was nog aan het leren. Je haalt wel een leuke theorie. Maar als je dat gaat, dan vergeet je ook de helft dat je klaar bent. En ik heb een nieuwe microfoon besteld voor de GoPro. Want dit ding klinkt als shit. Als ik nu schreeuw, ik weet niet hoe de fuck het klinkt als ik het terugluister straks. RIP EARPHONE USERS! Moet je hier kijken voor wat te eten of ergens anders kijken? Zullen we van Vondam? Ja, een rondje over de dijk. Een rondje bij Fuego. Ik vind het goed. Ik vind het best! Zet hem er even uit. Andere kant eruit. Wat dan? We kunnen maar één kant eruit, toch wel Marco? Nee, ja, je kan alleen deze kant weer terug. Eilandje. Doe Willy! Willy! Ja.
gaan even met je pick-up grootveld hier. Lastig nog, hè? Die was netjes. Die kerel wordt helemaal gek. Sowieso in die video. So, we zijn nu onderweg naar Volendam. Ik ga even eten, geloof ik. Hier ook, maar zo de volgende pakken. Ja, doe die andere maar. Deze is voor little bitches. Ik zat al achter, hoor. Nou, ik geloof dat wij nou al gevonden hebben wat we zoeken. En nou geloof ik ergens parkeren, als ik het goed begrijp. Want we hebben geen communicatie shit, dus je moet echt van handgebaren snappen wat de fuck we aan het doen zijn. Ja, misschien wel iets te hard over die dijk hier trouwens. Hey. Hey, we zullen even drinken. Ja, ik dacht eigenlijk van om een subway op te zoeken. Een subway in... Oh, beneden. Weet je daar waar die zit? Voor mij beneden. Dan gaan we daar nog even. Oké. Okay. Ja, wat vind je zo'n brood? Goed, dus nu is het plan geworden een subway zoeken. Ik ga ook een subway vinden hier in het Volendam. Ik heb ook even vragen aan iemand. De domino's? Ah, ik ga het ding uitzetten. Nou, dat was dan weer het avontuur voor vandaag. Vond je het leuk? Hit die like. En vergeet niet te subscriben. Als je het leuk vond. And otherwise, go fuck yourself. Hey Joe! Fuck you!